Opdracht 6. Voor a groter dan 0 wordt de functie fa gegeven door fax is x min x ln ax. Bewijs dat voor elke toegestane waarde van x geldt fax plus f1 gedeeld door ax gedeeld door 2 is f1x. Oké. Okay. We gaan daarmee aan de slag. We schrijven op fax plus f1 gedeeld door ax gedeeld door 2. Hier gaan we mee aan de slag. En waar willen we uiteindelijk uitkomen? We willen uiteindelijk uitkomen op f1x. En dat is x min x ln 1x. Dus hier willen we uiteindelijk op uitkomen. Fax, die staat hier, dat is gewoon x min x ln ax. En dan plus x min x ln 1 gedeeld door ax. Dan gedeeld door 2. X plus x is 2x. Ik heb hier een min x ln ax. En min x ln 1 gedeeld door ax. En daar kan ik voor beide min x buiten haakjes halen. Dan hou ik binnen de haakjes ln ax over. Plus ln 1 gedeeld door ax. En dan gedeeld door 2. En als je niet zo zeker bent met of het nou een plus of een min moet zijn, check het dan altijd achteraf. Door min x keer ln ax te doen, dan krijg je inderdaad min x ln ax. Maar als ik min x keer ln 1 gedeeld door ax, krijg ik ook weer min x ln 1 gedeeld door ax. Dus het klopt. Ja, waarom doe ik dit? Zodat ik hier binnen de haakjes een optelling van ln heb. En een rekenregel zo'n logaritme is dat als je een optelling hebt, dat je dat met hetzelfde grondtal, dan mag je tussen haakjes, mag je het met elkaar vermenigvuldigen. Dus we krijgen 2x min x, en dan tussen haakjes vermenigvuldigen, kan ik dit haakje trouwens weghalen. Dus dan krijg ik x keer ln, en wat is ax keer 1 gedeeld door ax? A keer 1 gedeeld door a is 1, en x keer x is x kwadraat, dus je krijgt ln x kwadraat, gedeeld door. Dan krijg je 2x min, en je exponent in logaritme, ook een rekenregel, mag je weer naar voren halen. Dan kan je hier voor de ln doen, maar je mag ook voor de x doen. Dus dan krijg je 2x ln x gedeeld door 2. En dat kan je uitdelen. Dus 2x gedeeld door 2 is x. En 2x min ln x, of 2x ln x gedeeld door 2 is x ln x. En inderdaad, je ziet hem hieronder, dit is gelijk aan f1x.